Nou mensen, dit wordt weer een video. Pas geleden heb ik gekeken naar het allerbizarste interview ooit. Misschien dat jullie hem ook wel kennen van de advertenties. Super vervelend, super spammy. Maar ik ken Boyd als een... Nou, dat bizarre interview, dat wordt nog veel absurder als je de kennis hebt dat hij het broertje is van hem. Of nou ja, dat zeiden ze dan in de comments. Maar ik twijfelde. Niet alleen omdat ze deden alsof ze geen broers waren, ook hadden ze niet dezelfde achternaam. Tot ik net zag in mijn eigen comments notabene dat die Olle... dat hij bevestigt dat zij broers zijn. Nu snap ik wel iets meer dat zij dezelfde kleding aan hadden. En ik wilde me niet buitengesloten voelen, dus... Ik snap nu ook dat hij opeens lelijke kinderfoto's had van Boyd. Ik snap nu dat Boyd de hele tijd zegt... Wat een goede vraag. Nee man, dat is wel een goede vraag. Ja, jullie zijn broers. Jullie hebben samen gewoon deze vragen besproken. Maar nu ze broers zijn, snap ik ook dingen minder. Ik snap nu minder dat hij hem de hele tijd aan het roosten was. Gast, wat ben je arrogant. Weet je wel, snap wat ik bedoel? Ik snap nu nog minder dat hij niet helemaal zeker de leeftijd van Boyd wist. Ik ben nu 22. En het allerminst van alles, snap ik de volgende vraag. Jij deelt op social bijna niks van jouw familie ook ofzo. En toen zei Boyd nog letterlijk... Ja, mijn familie is gewoon niet interessant genoeg voor beeld. Zijn eigen broertje zit in deze fucking video. Sterker nog, de video is van zijn broertje. Dit was gewoon een persoonlijke vraag. Boyd, ik ben jouw broertje. Waarom tag je mij nooit in stories? Je weet ook volgers wil. Plus, mama vraagt wat je wil eten. Goed, mindfuck toen krachten kwamen dat ze broertjes waren. Maar wat nog veel absurder was, is toen quote 500 met een artikel naar buiten kwam. Succesinfluencer vraagt 50.000 euro voor een adviespraatje. Wat echt waar is, hier, dit was de story. Alright, dus ik heb een hoop mensen die me vragen over conference, hypnose, dat soort dingen. Zelfsabotage fixen. En luister, normaal... Om met mij te werken, gewoon op een 1-op-1 basis, hypnose te doen, coaching te doen, dat soort dingen. Is een investering van minimaal 50k. Dat klinkt voor sommige mensen crazy, maar op het moment dat je zo lang in business bent, dan is dat het niet. Nou, dan kan je denken, weet je, 50.000 euro, als je door het advies wat je krijgt van Boyd Hoek het dubbel en dwars terugverdient. Ik bedoel, vorige week nog, toen heeft iemand miljoenen betaald om met Warren Buffett, Buffett 1-op-1 te zitten. En weet je wat hij kreeg? Een buffet. Nee, maar het blijkt dat als je één etentje met Warren Buffett hebt, dat je bedrijf dan sky high gaat. Behalve die van Boyd Hoek. Hij heeft namelijk geen eens een bedrijf. Digital Presence. Uitgeschreven. Er staat gewoon geen enkel bedrijf op zijn naam. En oh ja, weet je nog wat ik vorige video zei over beginnen vanaf nul? Ben je wel echt vanaf nul begonnen? Aangezien je uit Bloemendaal komt? Is dat niet een van de rijkste gemeentes van Nederland? Nou, moet jij eens raden. Zijn moeder heeft daar een villa van 2,2 miljoen. Ja, dan kan ik ook van nul beginnen. Van nul beginnen is gewoon kans lopen dat je op stapel landt. Van nul beginnen is niet kans lopen dat je weer terug belandt in de villa van je moeder. Moet ik wel zeggen, ook denk quote dat Boyd over zijn leeftijd liegt, want op LinkedIn staat 20 jaar. En hij is gewoon 23. Oké, bij de quote denken ze nog dat iedereen zijn LinkedIn update. Goed, dat waren dus dingen waar ik was achtergekomen na het maken van de volgende video over dat bizarre interview. Nou, nu is er ook een Videoland documentaire over onder andere hem. Het heet Snelle Jongens. En de docu gaat over geld verdienen. Ik zou niet weten hoe hij dat doet zonder bedrijf, maar daar gaan we vandaag achter komen. Ah, Boyd Hoek living the dream. In Dubai. In je eentje op het strand jezelf filmen. I love it. Ah, dat is goor. Heb jij ooit het gevoel dat je een kamer binnenloopt en dat je gewoon niet jezelf authentiek kunt uiten? Heb jij ook het gevoel dat als je zegt authentiek, dat het niet helemaal klopt? Maar je zegt ook vanaf dat je 5 bent auto in plaats van auto? Luister dan deze story heel goed. Want op het moment dat je werkelijk werkt aan die interne psychologie, dan gaan die blokkades weg. Het is alsof jij een raceauto bent. Die totaal 300 km per uur kan gaan. En je hebt een parachute achter je hangen. En nu ga je maar 100 km per uur. Je kan of als een gek op dat gaspedaal gaan drukken. Terwijl op het moment dat jij simpelweg die parachute doorsnijdt. Dan ga je in één keer naar je volledige potentie. In één keer naar die 300. Maar wat zegt hij nou allemaal? Kijk, ik snap het is een metafoor. Maar leg dan even uit wat de fuck die parachute betekent. Onzekerheid, demotivatie, energiegebrek. Wat is de parachute in de metafoor? Nu denk ik eigenlijk alleen maar... Ik heb geen parachute. En ik ben geen raceauto. Waarom de fuck zou ik je cursus kopen? Zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf moet duwen.
Oké, en als je dat gaat creëren, dan ga je snel kunnen moven. Ze kennen mij ofwel van mijn marketingbureau, mijn activiteit daarin, ofwel van mijn psychologisch business, mijn coaching business eigenlijk, waar ik mensen dus help om een interne wereld naar een nieuw level te brengen. Ik ben een 8-jarige ondernemer. Dus ik ben 19 jaar oud. Ik ben een half jaar geleden met mijn middelbare school gestopt. Oh ja, 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 de middelbare school dropout. Hij was 19 en een half jaar, dus hij was 19. Of nou ja, misschien 18. Stopt dan niet iedereen met school? Ik vind toch je 19e school hebben nog best wel lang. Dat is langer dan wat ik heb gedaan. Dan heb je gewoon alles meegekregen plus een paar jaar opnieuw. Je bent gewoon slimmer dan de rest. Dus dat is helemaal geen prestatie. Kijk, ik snap dat het vet is dat als je vanaf je 13e gewoon basisonderwijs hebt gemist en je bent alsnog miljonair geworden, dat is best wel dik. Maar deze kill heeft gewoon 2-3 jaar langer school gehad dan iedereen die HAVO of MAVO doet. Hij is geen middelbare school dropout. Hij is gewoon opgegeven nadat hij was gezakt. Ik ben zo succesvol geworden door ten eerste echt eerlijk naar mezelf te kijken. En door bewustzijn te hebben van oké, dit is mogelijk. Mijn ego los te laten en het dan gaan doen. Nou, jullie willen natuurlijk ook een idee hebben van oké, wat is de magnitude van het succes? Of de economics, dat soort dingen. Nou, we hebben nu bijna 1000 students. Die betalen allemaal 1000 euro of meer. Dus weet je, je kunt dat zelf een beetje uitrekenen. De documentairemaker dacht, nou vriend, er kijken hier geen dokters en advocaten naar. Dus ik zet het gewoon groot in beeld. Zijn broertje is een beetje de doelgroep en dat broertje heeft vorige keer laten weten dat hij niet zo goed kan rekenen. Ik ben nu 22? Ja, 22. 22, dus laten we zeggen Boyd Hoek 15 jaar geleden. Gewoon toen je een jaartje of 6 was. Ik ben 22 op dit moment en mijn doelen zijn mainly om mijn coachingsbedrijf internationaal nummer 1 te maken. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Nu is zijn doel een bedrijf starten. Hey, what up? Het is Boyd. En in deze video ga ik met je delen hoe je afkomt van zelfsabotage. Dat gevoel dat je naar je doel toe aan het duwen bent en niet getrokken wordt. Want getrokken worden is altijd beter. Nee, niet zo. Wat zegt hij nou eigenlijk? Zegt hij nou eigenlijk dat je niet hard moet werken om je doel te bereiken? Je moet niet duwen, maar je moet getrokken worden. Je moet dus eigenlijk zorgen dat iemand anders het voor je doet. Zoals, wat, je miljonair moeder? Oké, we gaan door. We gaan naar iets leuks kijken. Dat heb ik vorige keer namelijk al gezien. Hij gaat huizen bezichtigen in Dubai. Sorry. Ik heb ervan gemaakt wat het kon zijn. En ze kijken me nu aan alsof ze dom zijn. Wat heeft hij voor loofjes? Dat loopt nog best wel lekker. Audi, cowboy. At that. Ik ben huis aan het bekijken, want, nou ja, of course, hè, ik ben van plan om naar Dubai te verhuizen. And it's nice and clear today. Of course ga ik naar Dubai verhuizen. Kom aan. Ik bedoel, vet leuk land. Progressief ook. Vrouwen mogen daar auto rijden. Of ik moet zeggen, auto rijden. Authentiek. Amazing. Are you familiar with Dubai? I've been here a couple times. Not too much, yeah. To be honest. Yeah. Wat gek is, want in het interview zei hij dat Dubai een van zijn thuizen is. Weet je, in LA heb ik een thuis, in Bali heb ik een thuis, in Dubai heb ik een thuis. Yeah, so you stay around here? Yeah. I mean, since I've moved to Dubai, I've always been downtown. Yeah. And I was out of downtown for a couple years, and I just ended up moving back because for me it's my favorite. De dame is enorm gezellig. Kundig in het laten bezichtigen. Ze heeft me de details over de afwasmachine verteld die ik waarschijnlijk niet zou gebruiken. Wie de fuck gebruikt nou een afwasmachine? Dat is een skere. Echte mannen doen het, hoe doe je het dan? Met de hand. Oh wacht, nee, de reden waarom hij niet de vaatwasmachine gaat gebruiken is omdat hij het appartement niet kiest. Insane. It's really very Instagrammable. I was about to say that word, like the most Instagrammable thing. Really nice. Ik vind dit appartement een beetje minder, dus het is niet groot genoeg voor mij. Kill, deze lamp is groter dan mijn woonkamer. Iedereen van zijn leeftijd zit nu op 6 vierkante meter in Leiden. Terwijl hij strijdt voor een huis in Dubai, strijden zijn leeftijdsgenoten met chlamydia en schurft. Goed, hij ging dus daarom kijken naar een ander appartement, wat kleiner leek. Ja, ik vind inderdaad hoog zitten top. Ja? Ja, goed zo. Waarom zei je dat zo dramatisch? Want ik vind inderdaad laag zitten
Oké. De blauwe lucht. Ja, nou mooi. Dan... Ik vind een lekkere vloer. Oké, shut the fuck up. Gaan we binnen een kijkje nemen? Ja. Let's do it. Dus voor dit appartement, waar hebben we het over voor een 12 maanden period? 12 maanden period vraagt de eigenaar van dit appartement 630.000 dirham. Oké. En dat is dus exclusief elektriciteit en water. Nou, zeg dat je dan op 160 zit. 160.000 euro. Oké. Wat? Dat is 14.000 euro per maand. Is dat waar? Zoiets. Hoe de fuck betaal je... Waarom? Nu snap ik dat hij bijna flauw viel. Stel je voor je hebt dan een date en je denkt even goedkoop uit te zijn. We gaan thuis Netflix en chillen. Dan ben je alsnog 500 euro kwijt. Gewoon aan huur. Als je 2 uurtjes uitslaapt, dan ben je 40 euro kwijt. 14.000 euro, dan is dit je keuken. Met een veel te kleine besteklaar. Kijk nou wat is dat? Als hij echt goed was met geld, wat hij wel claimt te zijn, dan kocht hij elk jaar in Nederland een huis, 100.000 euro eigen geld, de rest laat je mee financieren door de bank. Alles verhuur je, heb je binnen 10 jaar van meerdere miljoenen een portfolio. Wat voor hem helemaal niet zo'n slecht idee is, want volgens het kadaster bezit hij 0 huizen. Dat is ook een beetje het verschil tussen Boyd en die andere gasten van de documentaire. Al die gasten hebben tientallen pandjes, auto's van 500.000. En bij Boyd zie je niks. Ja, af en toe een ander volwassen overhemd. Maar het is ook niet dat het geen shower is, want come on. All good in my hood. You got a sick fucking yard here. Can you get me a sparkling water, bro? Sparkling water? Yeah. With some lemon, yeah? Thank you. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut off. Dat is van die TikTok. Dit is gewoon die fuck, ik ga hem nog één keer kijken. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut off. I love it. Was hier ook zijn mind shut off door alcohol? Want deze zin was gemaakt ik al niet op zijn best. Nou, het ging zijn feest op een boot. Zag er super leuk uit. Eigenlijk alleen zij zag er leuk uit, want ze had al een halsband om. Ik zweer, ik heb die halsband beneden. Zou ik hem pakken? Ik ga hem pakken. Zie je? Dat is gewoon deze. Deze heeft ook iemand bij me laten liggen. Goed. Oh ja, iedereen op de boot had crazy eyes. Ook degene die hij probeerde te versieren. And I'm a dental hygienist. So, are you gonna give me shit that I'm chewing gum? No, chewing gum is actually recommended. Just no shit. Yeah. I also never floss. You don't floss. Okay, that is my dentist always give me shit about that. That is a deal breaker that now we can't date. Dat is niet zeg maar allerslimste wat je kan zeggen tegen iemand die tandarts is. Hey, kan gebeuren. Jongens, dit was aflevering 1 van Snelle Jongens. Er is nog een aflevering 2, die heb ik echt nog helemaal niet gezien. Laat even weten in de comments of we die moeten bekijken. Boyd Hoek.